Op 25 juli vertrok een bijzonder transport van Schiphol naar Afrika. UNICEF vervoerde ruim 100 ton aan hulpgoederen naar de hoorn van Afrika om te helpen bij de bestrijding van de daar heersende hongersnood. De hulpgoederen bestaan uit onder andere tenten, dekens, geneesmiddelen zeep, tandpasta en schoolspullen. Met vrachtwagens werden de goederen vanuit de centrale opslag in Kopenhagen naar Schiphol gebracht om vervolgens per vliegtuig hun reis te vervolgen. UNICEF gebruikt vaak bij noodhulp Luchthaven Schiphol vanwege de vele directe verbindingen naar wereldwijde bestemmingen. Kijk voor meer informatie over het werk van de hulporganisatie op www.unicef.nl.